Frank Futselaar, waar moeten we jou van kennen? Zo, ik kom uit Arnhem. Ik ben ooit de sportiefste meester van Gelderland geweest. Daar zou je hem van kunnen kennen. En voornamelijk van het hardlopen natuurlijk. Ik ben nu 3 jaar denk ik fanatiek als hardloper. Dus als je een volger bent, dan ken je me daarvan. Maar de meeste mensen in de regio kennen me daar ook van. Maar ook dat ik leerkracht ben en wel actief ben in de regio Arnhem. Maar daarvan zou je me kunnen kennen. Maar... Een onderwijzer in de hardloopsport? Ja, zeker. Ik sta voor de klas op de basisschool. 2 klassen in Arnhem en groep 7 en op een andere school groep 7, 6, 7, 8. Dus, en daarnaast fanatiek aan het hardlopen. En dan moeten die kindertjes natuurlijk elke dag even hardlopen. Ja, er is wel een heel mooi programma, dat is de Daily Mile. En dat wil ik heel graag introduceren, maar ik ben vaak als invaller op basisscholen actief. En... dan is dat best wel lastig, want kijk, als invaller kan ik het goed combineren met zoveel sporten. Als je echt je eigen klas hebt, dan is het gewoon dan is te veel. We gaan ook niet voor niets staken dinsdag. De werkdruk in het basisonderwijs is gewoon te hoog. En het salaris te laag. Dus eigenlijk wil niemand het zijn, maar ik doe het als invaller. Dit was even een politiek standpunt bijna, hè? Zeker, ja, nee, dan gaat het vuurwerk af. Nee, maar dat is zeker zo, want we gaan dinsdag staken, dus... Maar het is heel leuk te combineren nu met het lopen. En ik werk ook 1 dagje in de week bij Valaris Sports. Dat is een managementbureau. En voor atleten, dus dat vind ik ook heel erg leuk. Dus zo'n mooie combinatie. Wij kennen jou natuurlijk wel. We weten ook dat je eigenlijk wel professioneel hardloper zou willen zijn. Ja, uiteraard. Dat is natuurlijk de ambitie en de droom. Dus daar werken we hard voor. En ik hoop dat mijn tijden steeds beter gaan worden. Zodat dat nog een keer gaat gebeuren. Dus we gaan het zien. Ze worden zelfs steeds beter, die tijden, toch? Ja, zeker. Ze worden beter. En dat is ook wel, het is nu al best wel een lange tijd stabiel. Dus daar ben ik vooral blij mee. En het is heel erg leuk. En dan moeten die tijden vanzelf komen. Ik denk zeker dat ik onder de 30 kan op de 10. En hopelijk nog onder de 14 op de 5. Dat zijn dan mooie tijden. Daar wil ik graag naartoe. Verder ambities? Ja, natuurlijk. Een hardloper wil altijd zijn persoonlijke records bijstellen. Maar heb je nog andere ambities dan? Bedoel je binnen het hardlopen? Ja, binnen het hardlopen. Ja, zeker. Kijk, ik wil... natuurlijk zou het geweldig zijn als je onder die 30 loopt en onder die 14. Maar ja, stiekem hoop je wel richting een 29 laag ooit of een 28. En dan kan je ook echt meedoen standaard voor medailles op Nederlandse kampioenschappen. En dan kan je je misschien eens een keer kwalificeren voor een EK cross met een team bijvoorbeeld. Dat is wel het niveau waar ik naartoe zou willen groeien. En waar ik denk ook wel dat ik naartoe kan groeien als het mee zit. Maar we weten ook allemaal dat hardlopen een hele lastige sport is. Dus het moet allemaal op zijn plek vallen. En ik hoop dat dat gaat gebeuren de komende jaren. Ja, want het is een hele complexe sport. Vandaag zeggen af Jesper van der Wielen. Er zegt af Gert-Jan Wassink. Er zegt af Marcelle Herzog. Er zegt af Ruud van der Meijden. En dan ben ik nog een paar vergeten. Allemaal geblesseerd. Ja, ik heb zelf ook voor mijn master antropologie onderzoek gedaan in Kenia. Over hoe Keniaanse atleten leven en wonen en eigenlijk waarom zij zo goed zijn. Ja, en daar ontdek je gewoon dat de puzzel die zij in elkaar leggen, dat die voor het hardlopen zo erg geschikt is. En dat zij daardoor zo op hoog niveau constant kunnen acteren. En in deze Nederland, in de westerse maatschappij, heb je gewoon zoveel meer in je leven aanwezig dat je eigenlijk een plek moet kunnen geven als je echt topsport wil bedrijven. En dat zie je, maar als er 1 puzzelstukje verkeerd ligt, dan raak je geblesseerd, ben je oververmoeid of zijn er andere dingen waardoor je niet goed kan presteren. En dan zijn vaak afmeldingen het gevolg. Dus het is heel onvoorspelbaar. Dus het is een lastige sport en alles moet kloppen wil je echt presteren. Ja, want je bent ook een beetje actief met de wereldtop. Hè? Als je bij Volaren doe je ook wat werk. Af en toe doe je wat haaswerk daarvoor. Begeleid je deze mensen. Wat leer je er zelf van? Ja, heel veel. Kijk, als antropoloog onderzoek je cultuur. Daar heb ik mijn master in gedaan. En je leert heel erg voor keuzes te maken. Dus als je kijkt naar de Keniaanse atleet, die toewijding waarmee zij het leven leiden om een atleet te zijn. Ja, dat is heel erg inspirerend. En daar... Als je dan voor keuze staat om iets te doen in je leven, of het maar kleine dingen zijn zoals een verjaardag soms, of grotere dingen in je leven zoals met werk, wat je gaat doen de komende periode.
En als je dan weer denkt aan die Keniaanse atleten, van wat zullen zij in deze situatie doen? Ja, zij zullen kiezen voor het lopen en zorgen dat hun leven past bij, bij dat wat ze willen. En bij de doelen die ze willen halen. Dat leer je daarvan. En het is heel inspirerend om met een Wilson Kipsang te werken. Het management. Ik ben bij Dennis Kimetto. Ik ben bij Geoffrey Mutai thuis geweest in Eldoret. Bij hun op het trainingskamp in Kap Natuni. Ja, dan zie je waar de basis ligt voor hun wereldprestaties. En dat is wel heel inspirerend. Maar het is eigenlijk heel simpel. Alles moet op het hardlopen gericht zijn. En al dat andere is ballast. Ja, nou nee, ik krijg ook wel zeker energie van heel veel andere dingen. Ik vind het hard. Nee, maar ik bedoel de Keniaanse topatleet. Ja, nee, dat absoluut. En zij hebben heel veel. Maar er zijn zoveel atleten die topatleet willen zijn. Maar er zijn er maar een paar die het ook echt kunnen worden of zijn. Want die het geld daarvoor hebben verdiend. Maar er zijn er zoveel meer die dat niet verdienen. En die door wat van reden ook niet daar komen. En dat zie je natuurlijk niet, maar dat is er wel. En het is echt niet dat elke Keniaanse atleet een topper is. Maar diegenen die het bereikt hebben, die hebben wel echt keuzes gemaakt om daar te komen waar ze nu zijn. En dat is inspirerend. Maar in de westerse wereld is het soms ook een stukje lastiger. Er is zoveel meer afleiding. Denk aan internet. Denk aan, je moet ook je huur betalen. En dat is daar ook wel. Maar het is daar toch op een andere manier eigenlijk in het leven verweven dan dat hier is. En ja, het opzij zetten van afleidingen en het opzij zetten van ballast, dat is een hele belangrijke in de sport, in de atletiek sport vooral. Rijk leven zo, Frank? Ja, ik ben ontzettend rijk. Ik heb een geweldig leven. Ik heb een dak boven mijn hoofd, ik eet. Ik mag elke dag sporten. Ik mag kinderen inspireren om beter te worden elke dag. Dus ja, weet je, ik voel me ontzettend rijk. En je ontmoet wereldtoppers? Ik ontmoet wereldtoppers. Ik kom in aanraking met de beste op de wereld, zoals vandaag ook. Weet je, ik haast die dame naar de derde tijd dit jaar. In de wereld, hè? In de wereld. En ook volgens mij de derde tijd, of sowieso top 10 aller tijden in de wereld. Want 30, 23, dat is zo snel voor dames. Dus dat is zo geweldig om dan daarnaast te lopen en haar aan te moedigen. En daar krijg je zelf ook energie van. Dus dat was wel een eer, ja. Goed. Frank, even afsluiten. Wat wij leuk zouden vinden is als je fans je er even bij vraagt en met haar even een interview maakt. Lukt dat? Ja, gaan we doen. Dan gaan wij dat opnemen en jij gaat de vragen stellen. Is dat goed? Ja, is goed. Oké, haal hem er maar bij.